De boer moet er iets bij doen, anders kan hij het niet rooien. Dat is een onderwerp wat we hebben kunnen lezen in de krant, maar ik ga het deze keer ook met Petra Blom het erover hebben. Want het is interessant genoeg dat je niet als boer, en in jouw geval boerin, het niet alleen maar van je melkveehouderij kan hebben, maar dat je er iets voor moet doen. Je hebt met je man Hein een melkveeboerderij. Klopt. En hoe lang, ja. Hoe lang doen jullie het al? Wij samen doen het ruim 20 jaar. Hè? Toen ben ik getrouwd met mijn man en op de boerderij komen wonen. Zijn ouders doen het al een ruime tijd daarvoor en hun ouders ook weer. Dus het is een generatie op generatie bedrijf. Ja. Ja, en is het zo dat je ook al opvolgers hebt? Ja, nou ja, onze kinderen zijn, de oudste is 18, bijna 18 en de rest zit er nog onder. Dus ja, die zijn nog heel erg aan het ontwikkelen en op school, dat soort dingen. Ze hebben er wel interesse in, absoluut. Dus het kan zomaar zijn dat we opvolging hebben. Ja, want uiteindelijk gaat het dat je de melkveehouderij, daar was op een gegeven moment, financieel was er niet alles uit te halen. Want dat verandert natuurlijk in heel Nederland steeds, maar weer met alle regels. En dan heb je gewoon niet voldoende financiën. Moet ik het dan zo zien dat het dan eigenlijk dat je moet beslissen van ja, wat gaan we doen? We gaan stoppen of gaan we door? Nou, dat zal in sommige gevallen zo zijn. Ik heb iets moeite met de titel van het stuk. Ik zeg altijd, je moet niks, hè, je kan. Ik denk dat we als agrarische sector uitgedaagd worden op dit moment. En dat is eigenlijk altijd wel geweest, denk ik, om te kijken van hoe maak je bedrijf, hoe hou je je bedrijf gezond en hoe zorg je dat je kan blijven boeren, om het maar zo te zeggen. Ja, en dat is eigenlijk ondernemen. En dat is ondernemen. Dat is echt ondernemen. Ja. En dat moet, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. We moeten niks, we kunnen, we gaan de uitdaging aan. Ja. Wat kunnen we eraan doen? En nou is het zo dat er, je ziet veel meer, ook hier in de Krimpenerwaard, dat er steeds meer nevenactiviteiten worden gezocht. En dus je ziet natuurlijk winkels, de stallen worden met zonnepanelen worden ze belegd, zodat we daar weer energie uit kunnen. En wat hebben jullie dan gedaan? Ja, wij zijn eigenlijk meer op de zorgtak, zorg, kinderopvang, woonzorg hebben wij inmiddels naast ons bedrijf. Dat ligt wat meer dichter bij mijn hart. Dus die kant zijn wij opgegaan. Kom je daar ook vandaan? Uit die, de zorgwereld wel, van oorsprong. De kinderopvang in eerste instantie niet. Maar ik denk dat het vooral ook mijn ondernemerschap is. Wat heeft gekeken van wat past bij ons bedrijf? Wat past ook bij ons gezin? En, wat is de markt? Wat ligt er open? Want zoals de titel ook wel doet zeggen van ik wilde wel iets wat ook aanvulling geeft voor het bedrijf, dus ook financiële aanvulling. Ik heb eerst buiten de deur gewerkt en dat moest het toch wel vervangen. Ja. En kinderopvang, want hoe loopt dat? Ja, het loopt fantastisch. We bestaan inmiddels 12,5 jaar, hè, kinderopvang Veldzicht. En ja, eigenlijk die 12,5 jaar zijn we heel gezond doorgekomen. En ja, is heerlijk om te kunnen doen, genieten. Ja. En deed je dat dan eerst in je eentje of doe je het met veel meer mensen? Nee hoor, we zijn gelijk gestart met de medewerkers inderdaad. En voor de kinderopvang hebben we nu 12 medewerkers in dienst. En ja, nu de woonzorg daarnaast ook nog weer 24 medewerkers. Vertel even, want die woonzorg, dat is eigenlijk nu dat is pas eigenlijk geopend. Klopt. Ja, hoe gaan vertel erover? Ja. Nou ja, het is alweer heel een tijdje terug dat we dus bedacht hebben om die woonzorg te gaan starten. We hadden een melkveestal leegstaan en nou ja, daar wilden we iets mee doen. Hè, leegstand is mogelijkheden weer gezocht. En weer mogelijkheden inderdaad. En dus de keuze gemaakt om woonzorg te gaan doen. Dus dat wil zeggen dat wij plek hebben voor 16 mensen met dementie die bij ons op de boerderij komen wonen. En dat hebben we 1 juli mogen starten. Inmiddels wonen er 12 bewoners. En eind september zullen we aan de 16 zitten en zitten we vol. En ja, tot nu toe is het fantastisch om te mogen zien wat je daarin ook weer terugkrijgt. Het is natuurlijk best ook pittig. Ik bedoel, we hebben de eerste 2 maanden nu gehad. Alles is nieuw, echt werkelijk alles is nieuw. Maar het is zo fantastisch om al te zien wat je, het idee wat je in je hoofd hebt, dat ook gewoon nu, dat je dat mag gaan zien en dat je dat mag gaan voelen en ervaren. Ja, want dat is natuurlijk op de boerderij, want zoals met die kinderopvang ook, en misschien ook wel met de dementerende ouder, dat je zegt van ze kunnen ook naar buiten toe. Dus het is natuurlijk, de omgeving is prachtig. Maar helpen ze je dan ook op de boerderij? Nou ja, helpen wat minder. Dat is ook niet de echte doelgroep die wij hebben. Hè? Mensen wonen er echt en
ze mogen vooral genieten. Hè? We hebben de kleine kinderen die mogen genieten en we hebben de wordt ouderen. Het ook gemixt? Want dat zie je ook nog wel eens. Zeker, ja, die verbinding willen we aangaan. Het wordt nu nog dat is nog... Omdat het nieuw is. Ja, omdat het nieuw is, moeten we dat nog opstarten. Maar die verbinding willen we zeker gaan maken. Omdat het ook inderdaad wel bewezen is dat het heel goed is ook, hè, voor beide kanten. Dus dat gaat er zeker komen. Ja, en nu is het vooral ook met het mooie weer echt gewoon genieten. Buiten, veel buiten met de bewoners, met de kinderen. Ze mogen inderdaad de boerderij rond. We noemen het ook altijd rondje boerderij. Je kunt bij ons heel mooi rondom de boerderij lopen. Ja. Je komt langs alle dieren, nou ja, en alles wat er groeit en bloeit. Ja, is fantastisch om te zien ook wat het met kinderen en wat met mensen eigenlijk in zijn algemene tijd doet. Ja, hè? Ja, überhaupt. Hè? Ja. Voor iedereen die, daarom gaan ook heel veel stedelingen juist naar de Krimpende Waard, willen ze graag wonen vanwege het uitzicht, vanwege de rust die er is. Het is en wat echt, je eigenlijk kan gaan genieten. Ja. Wat is jouw functie hierin? Want ben je dan algemeen directeur van alles? Of hoe moet dat zien? Ja. Zo wil ik het uiteraard niet noemen. Maar je bent het wel. Ik probeer inderdaad alles zo goed mogelijk te faciliteren. Ik sta soms ook wel eens help ik ook echt mee op de werkvloer. Maar eigenlijk probeer ik dat zo min mogelijk te doen. Er is genoeg daaromheen nog te regelen. En mijn belangrijkste taak is gewoon dat de medewerkers gewoon goed hun werk kunnen doen. Dat alles klopt, dat alles er is. En dat eigenlijk iedereen kan genieten van zowel zijn werk als van het wonen bij ons, als van het spelen bij ons, wat het ook is. Ja. Oh jeetje, wat leuk joh. En nou zijn natuurlijk wel hele, het zijn best wel, want het zijn grote projecten. Heb je binnenkort dan weer een stal leeg? Zit er alweer iets in de dop dat je denkt, nou, kan er ook nog bij? Nou, precies. Nu even weer kalm aan. Eerst opbouwen dit. Eerst weer even goed alles neerzetten. Ik zeg nooit nooit, maar we hebben op zich geen stal leeg. Maar uitbreiden kan altijd natuurlijk. Dat kan niet altijd, maar daar kun je altijd naar zoeken. Maar vooralsnog is dit even wat, is het even goed. Ja. Mag ik vragen, ben je uniek in dit? Enigszins wel, denk ik. Als het gaat om wonen, we hebben wel veel dagbesteding op boerderijen. Het unieke is dat wij nog een draaiend agrarisch bedrijf zijn. Wat je veel ziet is dat het gedaan wordt op landelijke omgevingen, maar waar geen agrarisch bedrijf meer in bedrijf is. En dat hebben wij nog wel en dat maakt ons wel uniek, denk ik. Ja, en dan een stukje wonen daarop, dat is, zie je nog niet zo heel veel. Oh, nee. Wat goed. Ja. Krijg je dan ook vanuit het in Nederland van andere agrariërs of van andere melkveehouderijen of collega's, laat ik het zo noemen, dat ze dan komen kijken van hoe jullie het allemaal doen? Ja, zeker. Ja, ja, dat is bij de kinderopvang al zo, maar dat is zeker ook bij de woonzorg zo. Dat toch iedereen wel nieuwsgierig is van, hoe gaat dat dan? En hoe gaat het in zijn werk en wat houdt het in? En met name ook die combinatie met in ons geval de melkveehouderijbedrijf, is toch wel soms ook heel spannend. Hè? Ja, want je hebt echt wel drie bedrijven op één terrein. En hoe doe je dat? Ja, ja. En bemoeit Hein zich er ook nog mee? Of is dat echt voor melkveehouderij? Is dat voor hem? En dan... Ja, uiteraard bemoeit hij zich ermee. Maar tot zekere hoogte. Ik ben wel echt inderdaad degene die de kinderopvang en de woonzorg doet, zeg maar. Ja. En Hein is echt voor de melkveehouderij. En uiteraard ondersteunen we elkaar waar nodig. Ook ik loop wel eens in mijn overal. Maar ook Hein loopt wel eens in de woonzorg als het nodig is om iets te doen. Of een klusje te doen. Of heeft perfecte ook eens... collega gewoon eigenlijk. Ja, super. Ja, ja, we vullen elkaar goed aan. Absoluut. Helemaal goed. Ja. Hartstikke leuk. Wil je nog iets vertellen over dat je zegt van ik vind het gewoon een leuke anekdote om even te vertellen wat er nog gepasseerd is op de woonzorg of bij de kindertjes? Dat je zegt van hoe leuk is het om eigenlijk op een boerderij te zijn? Ja, er gebeurt natuurlijk elke dag heel veel. Wat je gewoon vooral erg ziet is als mensen, en we hebben een doelgroep, hè, mensen met dementie, dus ook best wel een pittige doelgroep. En mensen kunnen bijvoorbeeld heel verward zijn of onrustig. En wat dan echt heel mooi is op de boerderij, vind ik, is als je met zo iemand dan even naar de dieren gaat. We hebben paarden, kippen, konijnen, noem maar op, de koeien natuurlijk. Ja, het is gewoon heel bijzonder om te zien als er iemand dan daar in de stal komt en dan in contact komt met die dieren, hoe onrustig iemand dan eerst is. En eigenlijk zie je iemand helemaal een soort van ontspannen. En dat heb ik nu al zo vaak mogen zien, hè, zowel bij de kinderen als bij de ouderen, dat ik denk van wauw, wat gaaf dat wij dit kunnen bieden. Daar doe je het voor. Daar doen we het voor. Ja. Dankjewel dat je er was.